Al de hele week is Eva Jinek in het nieuws met allerlei verhalen over dat ze zo graag voor de Kruidvat wil werken. Ze heeft er een heel epistel over geschreven in haar nieuwsbrief en op een gegeven moment verscheen ze op haar Instagram-pagina zelfs in een heel Kruidvat tenue. Wat is dit allemaal? Volgens critici als Helene van Rooyen en Wilfred Gené is het zo klaar als een klontje, zij denken dat Eva dik betaald krijgt van de Kruidvat. Het is immers lang geleden dat de drogisterijketen zo veelvuldig in het nieuws was als nu. Angela de Jong denkt dat er geen sprake is van een betaling, maar verwacht dat er een tv-programma aan vastzit. Eva ontkent het nu allemaal in een kort statement. Lieve mensen, voor de goede orde, mijn bezoek aan Kruidvat was uitsluitend en alleen maar voor de lol. Ik ben er niet voor betaald, het is geen sponsordeal, er komt geen ludiek vervolg, geen reclamecampagne of televisieprogramma. Het zijn allemaal insinuaties die nergens op gebaseerd zijn, aldus Eva. Het was puur en alleen omdat het een lang gekoesterde wens van mij was en Kruidvat zo aardig was om die wens in vervulling te laten gaan. Onder de post volgen weer allerlei BN'ers met hun eeuwige hartjes, rood hart, zegt de zwaar uitgekoude talkshowgast Francis van Broekhuizen bijvoorbeeld. En Bas Smit denkt leuk te zijn, steeds verrassend, altijd voordelig klappende handen. Jurgen Rijman haalt onder de post van Eva uit naar critici als Wilfred. Doe maar geen moeite om het uit te leggen, een deel van de maloten heeft toch al zijn mening gevormd. Ik hoop dat je genoten hebt, stotende vuist donkergetinte huidskleur rood hart. En Aaf Brand Korstius, die gisteren nog in Eva's programma zat, natuurlijk. Onbegrijpelijk dat mensen dat niet snappen. Thank you.